Xerius gids naar het universum der zelfstandigen. 11. De tweesprong. Hoofd- of bijberoep. De spannende stap naar een carrière als zelfstandige zet je waarschijnlijk in hoofdberoep of in bijberoep. Waarin je terechtkomt, hangt af van je situatie. Je wordt zelfstandige in hoofdberoep als de zelfstandige activiteit je enige of je voornaamste bezigheid is. Je wordt zelfstandige in bijberoep als je minstens een halftijdse job hebt als loontrekkende of ambtenaar. Halftijds? Wat is dat? Halftijds is minstens de helft van een voltijdsuurrooster. Is voltijds volgens jouw arbeidsovereenkomst 38 uur, dan moet je minstens 19 uur werken om een halftijdse job te hebben. Op het einde van het kwartaal moet je minstens 235 uur gewerkt hebben met een arbeidscontract van minstens een halftijdse tewerkstelling. Let wel, begin je het kwartaal in hoofdberoep, al is het maar één dag, dan sluit je het volledige kwartaal aan in hoofdberoep. De voorwaarden voor je bijberoep kunnen verschillen afhankelijk van je situatie. Ben je loontrekkende, ambtenaar, leerkracht of interim? Het verschilt allemaal een beetje. Wil je zeker zijn van je zaak? Stel dan je vraag aan een expert van Xerius via onze website. Wat zijn de verschillen? Het voornaamste verschil tussen hoofd- en bijberoep? Er is de opbouw van je sociale rechten. Bijvoorbeeld je pensioen en in orde zijn met je ziekenfonds. Als zelfstandige in hoofdberoep bouw je al deze rechten op doordat je sociale bijdrage betaalt. Als zelfstandige in bijberoep bouw je alles op door je andere activiteit. De berekening van je sociale bijdrage is identiek voor hoofdberoep en bijberoep. 20,5% van je netto belastbaar inkomen. Het verschil zit in de minimumbijdrage. Ligt je inkomen als zelfstandige in bijberoep onder de 1700 euro, dan betaal je geen sociale bijdrage. Gaat je inkomen over die grens, dan zijn je sociale bijdragen altijd 20,5% van het inkomen dat je als zelfstandige vergaart. Als zelfstandige in hoofdberoep dien je zelf je sociale bescherming op te bouwen. Je kan niet rekenen op de sociale bescherming via je hoofdactiviteit als loontrekkende of ambtenaar. Daarom betaal je altijd een minimumbijdrage, ongeacht je inkomen. Zijn er ook gelijkenissen? De opstart als zelfstandige is identiek voor zowel hoofdberoep als bijberoep. Voor beide kan je terecht bij Xerius. Online, telefonisch of op kantoor. En je start vieren? Dat doe je sowieso best met een flesje bubbels. Wil je elk detail nog eens goed doorlezen? Ga naar xerius.be of contacteer ons.